Ja, Jannie Smit is waarschijnlijk de meest bekendste onbekende BN'er. Klinkt een beetje ingewikkeld. Bekendste onbekende Nederlander. Je doet een beetje Cruyffiaans aan. De bekendste onbekende BN'er. Oké. Okay. Jannie, ze speelde bijrolletjes in meer dan 200 spots en films. Dus reclamespotjes en dat soort dingen. Dat moet altijd figuranten natuurlijk ook. Ja, ja. Als er iemand die door beeld loopt. In de wachtkamer zitten, weet je wel, naast iemand. Precies. Jannie, goedemorgen. Hallo. Oh, Jannie is er nog niet. Nou, we zitten ons wel mee vanochtend met telefoon. Hebben we de rekening niet betaald? Ik heb geen idee. Ik denk dat we een kleine achterstand hebben. Ja, goed. Maar dat is natuurlijk... Hebben we ook wel eens in een reclamespotje gedaan. Ja, maar niet als figurant, zeg maar. Als leidend voorwerp. Nee, maar er waren wel altijd mensen die mee moesten spelen. Profiterend voorwerp eigenlijk. Maar wat we ook een keer gedaan hebben, wij hebben natuurlijk een keer Medisch Centrum West gespeeld. Oh ja. Voor de Clinic Clowns was het volgens mij. Dat klopt, ja. En dan had jij natuurlijk een A-rol. Ik had een A-rol, ja. Maar wij waren jullie liepen er weer achteraan. Een S-rol, een slamiele... Ja, slamiele rol. Wij mochten met zo'n infuuspaal op de gang... In een badjas. En ik moest volgens mij aan de balie wat vragen of zo. Zoiets van, kan ik hier een soba-test doen? Precies. Moest een beetje typecasting zijn, zou ik maar zeggen. Wat doet het pijn met het plassen? Ja, het brandt is een gek. Maar goed, in ieder geval... De vraag is, waren wij nog te zien in de uitzending? Ja, we zijn volgens mij te zien geweest. Ja, maar dat is echt lang geleden, ik weet niet meer precies. Het was nog zwart-wit televisie. Het was nog zwart-wit televisie natuurlijk. In Nederland 1, 2 en 3. Toen was Patricia Pai net 50. die is ook lekker hè, met die seksvideo's. Die Patricia Pai het is heel makkelijk wie dat heeft gedaan. Ik bedoel, jij kent het toch aan de... Ja, maar zij schijnt al een tijdje gechanteerd te worden met deze video's en zo. Dus, Maar kunnen wij ergens geld storten dat die video's nooit naar buiten komen? Je wil het niet zien, hè? Maar is dat niet dat filmpje waar we de tamploeres van Adam... Nee, dit gaat verder. Dit gaat volgens mij... Ja, dit zal wel Patricia zelf, denk ik, in live in action zijn, denk ik. Maar aan de andere kant, denk ik, ze heeft in de Playboy gestaan. Met de benen alle kanten op. Ja, meerdere keren, hè? En noem maar op. En dan denk ik, wat is dan nu het probleem? Ja, maar dit is natuurlijk niet... Ja, dit is een heel privé ding natuurlijk. Ja, maar dat is de Playboy toch ook? Dan kun je nog een beetje regisseren, weet je wel. Dan krijg je er een tong voor. Ja, en Patricia is nog wel uit de tijd dat natuurlijk in de Playboy nog een hoop bedekt werd. Er werd nog een hoop bedekt in de... toen stond er nog ingeschoren, van harte welkom. Maar goed, is Jannie inmiddels aan de lijn? Ja. Hallo Jannie. Hallo. Ja, Jannie, sorry, we waren je even kwijt, maar daar ben je dan. Jannie Smits, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je bent, zo lezen wij vandaag, de bekendste onbekende BN'er. Dat is ook een mooie eer. Ja, dat is het. Ja, want jij bent... Daar ben ik heel blij mee. Ja, dat begrijp ik. Ja, jij hebt bijrolletjes gespeeld in meer dan 200 spots en films. Ja. Ja, hoe ben je daar zo ingerold? Hoe werkt dat? Een vriendin van mij die had dat eens gedaan. En toen dacht ik, dat staat dan bij deze op mijn bucketlist. Ja. En dat ga ik een keer proberen. Ja. En wat was het eerste wat je gedaan hebt? De allereerste was bij de tv-kantine. En dat ik gewoon een hele goede rol meteen. Een figuratierol dan. Ja. Ik kwam wel, ik denk wel 10 keer in beeld. Zo. En dat is op zich voor een figurant ontzettend veel. Ja. En ik denk ook van beter dan dit wordt het niet. Maar het is hartstikke leuk om te doen. Ja, maar dat is al even geleden, neem ik aan, of niet? Dat was gisteren 4 jaar geleden. Gisteren 4 jaar geleden? Oké, dat was ook een beetje... Oké, dus je was in de tv... En wat was je daar? Publiek? Of zat je aan de bar? Of wat moest je... Wat was... Nee, er was een speciale jubileumaflevering en dat ging over de loftboot. Dus eigenlijk was ik gewoon een gast op de boot. Oh. En er waren maar 6 figuranten. Dus soms kom je op een set en heb je 450 figuranten. Ja, dat schiet niet op. Dat is niet mijn ding. Nee, maar dat is ook niet leuk. Nee. Die massa kan ik niet zo goed tegen. Nee, precies. Je wil wel een beetje... En toen had je de smaak te pakken. Toen dacht je, ik ga hier toch even wat werk van maken, zeg maar. Ja, toen had ik meteen de volgende week, de week erop had ik meteen weer een opdracht. Oh. En dat is eigenlijk even een van de slechtere. Die heb je er ook tussen. Een van de slechtere? Maar wat was dat dan? Ja, heel benieuwd. Ik zal niet zeggen voor wie, maar het was voor een commercial. En er was een bus waar je dan moest wachten voor de opname, zeg maar. En die was zo ontzettend vol. Ja. En je kon gewoon niet... En je kon niet naar de wc. Dat was ook al een puntje. Dus de figuranten werden bij elkaar gezet in één bus. Van, jongen, hier heb je de figuranten. Ga maar even zitten wachten tot jullie aan de beurt zijn. Ja. En wat was dan jouw rol als figurant? Ik moest boodschappen doen. Dat was eigenlijk het enige met iets van zo'n 50 andere mensen die ook boodschappen moesten doen. Oké, en zaten daar nog bekende mensen in die commercial, of niet?
Nee, alleen maar figurant. Alleen maar figurant? Oh. Herinner. Ja, voor zover ik herinner. Okay. Ja, nou ja, daar gaat het niet per se om bij mij, hoor. Dat, maar we hebben het nu over reclamespotjes, maar jij hebt ook in films heb je gefigureerd, toch? Ja, ik heb in best wel veel films ook gefigureerd. En nou ja, de laatste die ik ontzettend leuk vind wat ik gedaan heb, dat was Gangsterdam. Dat was met Rutger Hauer en met Kev Adams. Oh. En, ja, dat zijn wel best wel grote. Ja. En dat was ook nog bij mij in het dorp. Dus dat vind ik ook heel erg leuk. Want dat reizen, dat is wel leuk. Maar ja, als je de hele dag op de set hebt gestaan, je moet nog terug. En je zit, ja, meestal heb je een koffer bij je of een trolley. Pittig, ja, een trolley. Ja. Dus dat vind ik nog zwaar. Maar het is zwaar werk, hoor. Ik wil nog een vraag tussendoor stellen. Ja. Waarop word jij uitgekozen? Ja. Wat maakt jou zo bijzonder? De perfecte figurant. Ja, voor in een supermarkt of in Gangsterdam? Ja. Nou, ik moet zeggen, eigenlijk word ik helemaal niet zo vaak uitgekozen. Oh, je gaat gewoon op de set staan op een gegeven moment. Je fiets ergens. Nee, ik ga niet. Ja, ik kom zomaar aanwaaien. En dan vinden ze het zielig om me weg te sturen. Nee. Zo werkt het niet. Sommige castingbureaus hebben misschien wel meer dan 10.000 leden. En ja, de kans is vrij klein dat je dan gekozen wordt. Nou, maar jij hebt al in 200 films gespeeld en spotters. Je bent wel vaak uitgekozen, zeg maar. Ja, maar dat lijkt heel veel. Over 4 jaar. Maar er zijn mensen die ik ken, die doen gewoon elke dag wat. Nou, maar ik denk dat Matt Damon minder rollen heeft in 4 jaar. Denk ik ook. Carice van Houten zit niet in zoveel films, hoor. Ja, niet. Wat is nou de allerleukste, is het allerleukste wat je gedaan hebt? Oeh ja. Nou, het allerleukste wat ik eigenlijk vind is toch FC Kid. Omdat ik toen echt een rol had. Een rolletje. Ja. En met 6 regeltjes tekst. Oh, wat leuk. En, FC Kip? Ja, Jan Dino, FC Kip. Oh ja, en Jadeska. En wat, weet je de regeltjes nog die je mocht zeggen? Ja, ik moest een crispy chicken menu bestellen. Zo. Oh. En ja, nog wat. En appelsap moest ik bestellen. Dus als je googelt op FC Kip appelsap, dan kom je bij mijn filmpje. Oh! Maar doe de tekst even. Doe het nog even, hoe dat toen ging. En dat weet ik toch helemaal niet meer. Echt niet? Tuurlijk wel. Nee, echt niet. Oh, nee, dat is jammer. Dat menu moest ik bestellen. En appelsap, ja, eigenlijk was dat het een beetje. Dat was een beetje de beste. Zo. Ja. En nu komt even een Hollandse vraag. Krijg je er ook voor betaald of is het alleen maar vrijwilligerswerk? Nou, voornamelijk vrijwilligerswerk. En ik leg er ook op toe soms, want dan moet ik mijn reiskosten betalen. Oh ja, dat heb je nog. Heel af en toe dan heb je een mazzeltje. En dan krijg je of €80 of €40 soms. Ja, het is. Voor mij, ik doe het meestal gewoon de ene keer voor €40. En de volgende keer doe ik het voor niks en dan sta ik weer kiet. Ja, precies. Oké. Niet, niet op verliezen. Niet nou, helemaal goed. Volgens mij wordt er naast er gezocht naar het filmpje. Ik ga even kijken. Volgens mij, Jelte heeft hem gevonden. Ja, ik heb hem hier. Moment, waar zit jij? Oh, oké. 4. Laat eens even luisteren. Een keer liefdebedrijf met een nijlpaard en jij bent eruit gekomen. Dit moet hem zijn? Ja. Doe maar een chicken crispy menu en een appelsap graag. Daar is die! Dat was hem, hè? Ja, er waren nog meer zinnetjes, maar dat zijn nog hele korte dingetjes. Ja, dit was wat hoogtepuntje. Ja, okay. Ik dacht je tekst nog houden, dus dat is lastig. Oh, ja. Dat is ook nog houden. Ja, en wat is nu je volgende rol? Weet je dat al? Ik heb alleen een fotoshoot staan, 31 maart pas. Ja. En, het is maar afwachten, het kan zo binnenstromen, want ik geef me gewoon elke week geef ik me wel een stuk of 10 keer op voor iets. En het is maar afwachten of je dan gekozen wordt. Oké, nou goed, we gaan de mensen die meer willen zien, moeten maar even zoeken op Jannie Smits. En dan zullen ze zien in hoeveel commercials en filmpjes jij figureert. Mag ik jou bedanken in ieder geval. Ik wens jou een mooie dag vandaag, Jannie. Ja, hetzelfde. Okay. Graag gedaan. Dag, Jannie. Doei. Doei. Jannie Smits was dat. Een mooie rol, hoor, was dit. Wij kennen natuurlijk alle drie één iemand die... Je hebt,